Op vakantie gaan is misschien wel een van de meest leuke dingen om te doen. Tenzij... Goedemiddag. Ruim 60 mensen zijn afgelopen week ziek geworden op vakantiepark Prinsenmeer in Asten. 8 mensen zijn naar een huisarts gegaan. 1 kind is korte tijd opgenomen in het ziekenhuis. Tenzij je op vakantie gaat bij het slechts beoordeelde vakantiepark. En laat het nou precies zijn wat ik ga doen. Het was totaal niet lastig om uit te zoeken welk park het allerslechtst is beoordeeld, want met slechts 1 Google-opdracht wist ik het antwoord. Vakantiepark Prinsenmeer. Laten we eens eventjes kijken hoe het park zichzelf presenteert op hun eigen YouTube-kanaal. Ik ben vandaag op vakantiepark Prinsenmeer en dit is echt een camping voor allerlei soorten kampeerders. Wacht even, allerlei soorten kampeerders? Als ik de nieuwsitems bekijk en lees, is het volgens mij vooral een park voor kampeerders met een hele goede weerstand. Je hebt ook heel veel luxe huisjes. Op de camping vind je een heel groot strandbad met op elke hoek een glijbaan. Daarnaast is er ook een grote plaza met een subtropisch zwemparadijs, een indoor speelpaleis, bowlingbanen en gezellige horecagelegenheden. Oké, eerlijk is eerlijk, dit ziet er eigenlijk allemaal heel erg leuk en goed uit. Maar dit is natuurlijk een reclamefilmpje. Heel veel gasten op het park hebben namelijk een compleet andere ervaring. We zijn hier zaterdag aangekomen en maandagavond is mijn dochter heel erg ziek geworden en die moest naar het ziekenhuis. Wij horen zeg maar, zijn er al 65. 60 mensen zijn ziek geworden en haar dochter is zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Omdat de provincie vermoedt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van blauwalg. En als we kijken naar de symptomen van de mensen die ziek geworden zijn, dan wijst eigenlijk ook alles in die richting. Oké, waarschijnlijk dus blauwalg in het zwemwater. Maar ik neem aan dat de huisjes van het park dan wel in orde zijn. Nou, we kwamen erachter dat het niet echt lekker schoon was. We hebben zelf gedacht, we doen er even een sopje doorheen. Onze douche was stuk, onze wc loopt door. Dat hebben we allemaal zelf al een beetje professorisch gemaakt. En dit vinden wij gewoon in de kast. Ja, het is gewoon natuurlijk niet echt hygiënisch. Wat een nachtmerrie is dit! Ik moet er wel bij zeggen, dit nieuwsitem is al een paar jaar oud. Maar als ik hele recente reviews lees van gasten die er onlangs zijn geweest, dan is er volgens mij niet veel veranderd. Wat een ranzig huisje. Alles is er verouderd en vies. De urinespetters zaten op het toilet. Ugh. Er waren gaten aan de voorkant van het chalet. Deze waren door hun geplakt met duct tape. Oh my god, wat zijn dat voor gaten? Alsof het huisje beschoten is of zo. Vreselijke vakantie gehad. 1 van de 5 sterren. Nee. Er leek ook een dode bedwans te liggen. Wat doe ik mezelf aan? Waarom wil ik hierheen? Nou weet je wat, ik ga het gewoon boeken als verjaardagscadeautje voor mezelf. Want op de dag dat deze video online komt, is het daadwerkelijk mijn verjaardag. Dus terwijl ik €160,60 ga overmaken, wil ik jou vragen om eventjes jouw support te laten zien. Je zou me ontzettend helpen als je deze video nu eventjes een duimpje omhoog geeft. Ik weet, het is een kleine moeite voor jou, maar het betekent heel veel voor mij. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, druk gewoon even op die rode knop onder deze video. Het is helemaal gratis. En we zijn hard op weg naar 900.000 abonnees. En ik heb de bevestiging binnen. Ik ga officieel naar het slechtst beoordeelde vakantiepark. Gelukkig mag ik nog een paar nachtjes wachten. 8 mensen zijn naar een huisarts gegaan. 1 kind is korte tijd opgenomen in het ziekenhuis. En dat is eigenlijk ook wat de mensen nu eigenlijk hierover klagen. De hygiëne hier zou ook niet voldoen aan de eisen. Oké, jongens, we zijn op het terrein. De GGD is ook ingeschakeld. Die weet ook van het feit dat er zoveel mensen ziek worden. En dat er op het park eigenlijk niet heel veel aan gedaan wordt op dit moment. Het was even zoeken op het park, want het is echt gigantisch groot. Maar ik ben nu gearriveerd bij mijn huisje. Moet je eens even kijken, aan de rand van het bos is hier mijn huisje. Laten we eerst eventjes de buitenkant goed inspecteren. Om te kijken of mijn huisje toevallig die gaten heeft waar ik zoveel over heb gelezen. Oh, dit is wel een beetje vreemd. Het raam staat gewoon al open. Ik weet niet of ik dat nou echt zo'n heel erg chill idee vind. Verder ziet de buitenkant er hier wel gewoon netjes uit. Ook hier ziet de buitenkant er goed uit, maar check. Het gordijn is kapot, zie ik nu al. Dat geeft me wel een beetje een horrorfilmgevoel, als ik eerlijk moet zijn. Alsof er zo'n mes is langs gegaan. Hier zit ook wel een flinke deuk in het huis. Oh, en nog meer gaten in het gordijn. Er ligt hier ook wel wat afval bij mijn huis. De spin bij de voordeur heeft een leuke mededeling. Verboden voor huisdieren en verboden om te roken. Een rookvrij huisje is voor mij in ieder geval een pluspunt. Laten we naar binnen gaan. Hij gaat
gaat open, denk ik. Of niet? Oh. Die zit wel heel erg goed op slot. Oh, nu gaat hij ineens wel open. Daar gaan we. Je kan mij niet vertellen dat hier nooit gerookt is. Ik ruik overduidelijk een tabakslucht, een muffe rooklucht. Dus ik ben bang dat niet iedereen zich hier aan die regels houdt. Het is goed dat ik mijn hakken heb thuisgelaten, want het plafond had niet lager moeten zijn. Maar goed, we komen hier dus binnen en dan hebben we hier meteen de keuken. Waar dus het raam open staat. Laat ik die gewoon even dicht doen, als dat kan. Zo. Ik vergeet bijna iets. Wat is dat? Ik schrok even, maar het is een doodgeslagen vlieg die plat gedrukt is op het keukenkastje. Ja, ik moet echt even nog iets uit de auto pakken. Zo. Veiligheid gaat natuurlijk voor alles. Ik moet zeggen, op het eerste oog ziet de keuken er best goed uit. Geen hele grote etensresten ergens. Het enige wat ik kan zien hier zijn wat vlekken in de gootsteen. Ook het fornuis ziet er eigenlijk prima uit. Een beetje vettig hier en daar. En hij doet het volgens mij ook gewoon. En hier staat een supersonische magnetron. Waar wel echt een hele gore laag op zit. Ik hoop maar dat hij van binnen schoon is. Oeh, er zitten rare gele vlekken in. En ook de bovenkant is niet helemaal schoon. Ik denk dat er wel eens wat aangebrand is hier. Dan hebben we hier ook nog een koelkast. Oh, wauw. Nou, hier heb ik helemaal niks op aan te merken. Die is top. Huh? Kijk, dat dacht ik al. Een asbak. Ik neem aan dat deze eigenlijk voor buiten is bedoeld. Maar ik weet 100% zeker dat die ook binnen wordt gebruikt. Want er hangt hier echt een gore walm. En dit ding ziet er ook behoorlijk goor uit. Er zit helemaal gele aanslag op. Doe trouwens even mijn jas uit hier, het is bloedheet. Zo, dat is beter. Laten we dan gelijk gaan kijken naar de woonkamer. En die is gelijk hier. En zo te zien ligt hier ook het beddengoed klaar. Dat is handig. Die komen zo meteen van pas. Er is hier in ieder geval een hele grote bank. Ik zie alleen dat die behoorlijk beschadigd is. Moet je eens even kijken. Een hele barst is hier geweest. En het is met spijkertjes weer zo erin geslagen. Hier zit ook een hele scheur. De bekleding ziet er ook niet echt fris uit. Nodigt nu in ieder geval niet uit om hier op te gaan zitten, eerlijk gezegd. Dit krukje is ook wel aan vervanging toe hoor. Hij is niet alleen smerig, je ziet echt de vlekken erop zitten. Maar er zit ook nog een gat in. Hier op het plafond zit ook nog een soort van bloedvlek, of twee zelfs. Laten we hopen dat ik niet precies hier mijn hoofd nog een keer ga stoten. Check dus ook even dit gordijn, hè. We zagen het al vanaf de buitenkant, maar die is helemaal doorgescheurd. Ja, dat ziet er niet heel erg chic uit. Dan komen we hier bij slaapkamer nummer 1. Met hier twee kleine bedden en wow, ik zie hier meteen een scheur in het matras. En wow, nee joh, een heel gat in de muur hier. Alsof iemand heel boos hier is geweest en zo tegen de muur heeft geslagen. De gordijnen zijn ook echt smerig aan de onderkant hier. Allemaal rare vlekjes op. De dekens zitten ook onder het stof en onder de haren. Dat nodigt niet heel erg uit om hier te gaan slapen, maar gelukkig is er nog een slaapkamer. Dus laten we daar even een kijkje gaan nemen. Oké, die is hier. Oh. Nou, we hebben in ieder geval een latte bodem. En ik ruik hier een luchtverfrissersgeur. Er is hier in ieder geval schoongemaakt. Dat is een fijn idee. Ik hoop dat het niet is om iets te verbloemen wat we nu gaan vinden. Ik zal deze wel even rechtleggen. Zo. Er is ook echt maar één kussen hier. Wow, en hier zit ineens een gat in de muur. Wat is dit? Allerlei leidingen. Zo te zien is hier iets afgehaald of gevallen. Ik krijg het ook niet meer terug. Oei, op het matras hier zit ook nog wel echt een grote vlek. Wat ik in ieder geval weet is dat dit mijn slaapkamer wordt, want deze is nog wel het beste van de twee. Alleen, we hebben nog niet gekeken naar de badkamer. Daar gaan we nu heen. En die hebben we hier. Oeh, dat klinkt lekker. Mijn rug wanneer ik net wakker ben. Maar hier is de badkamer. En oh, kijk, dit vind ik een fijn idee. Er zit een briefje op met gereinigd. Nu hopen dat het natuurlijk ook echt zo is. We halen de zegel weg. Laten we kijken. Nou, dit ziet er eigenlijk wel goed uit. Dan hebben we hier nog een kraantje en natuurlijk een spiegel. Ziet er ook gewoon netjes uit. En hier is dan nog de douche. En die ziet er gelukkig ook schoon uit.
Eerste indruk van het huisje. Ja, het is niet echt fantastisch. Op het oog is alles al niet even schoon, helaas. Maar straks, als het donker is, gaan we een tweede controle doen. Maar dan met blacklight. Het regent gigantisch hard. Oh, moet je eens kijken. Oh, het komt helemaal naar binnen. Wow. Dit is alles behalve zwemweer, dus ik kan helaas nu niet gaan checken of er mensen aan het zwemmen zijn en of dat allemaal goed gaat. En toen was het tijd voor het avondprogramma. Ik heb net namelijk al heerlijk gegeten. Ik wilde van tevoren geen enkel risico nemen. Ik wist niet waar ik terecht zou komen. Dus ik heb gewoon brood en pindakaas op. Vond ik eerlijk gezegd helemaal niet erg voor een keer. Ik wil een geweldige filmavond met mezelf houden, dus ik hoop maar dat er hier wifi is. Dat heb ik nog helemaal niet gecheckt. Maar natuurlijk is er geen wifi. Ik had serieus echt hele goede hoop, maar helaas. Gelukkig heb ik wel een aantal films offline opgeslagen. Dus gelukkig is deze geweldige vakantie alsnog niet helemaal verziekt. En mocht je nou afvragen, Rutger, ga je dan heel de avond op die vieze bank zitten? Ik heb gewoon mijn tweede laken hier over de bank heen gedrapeerd, waardoor ik er zo heerlijk veilig en wel op kan zitten. Schuiven we deze nog even naar me toe. Nou, wat een luxe dit. Banaantje erbij. Ik heb echt heel erg veel zin in The Hobbit. Trouwens, we hebben het nog helemaal niet gehad over deze geweldige tv. Rechtstreeks uit een museum, zou je zo denken. Laten we kijken of die werkt. Oeh, dat geluid. Nou, Expeditie Robinson, dat is ook leuk. Oké, ik wil niet heel erg verwend klinken. Dat doe ik dan misschien wel. Maar het scherm, dat knippert soort van. Ik weet niet of je het kan zien op camera, maar het gaat echt heel erg tekeer. Ik ga toch maar verder op de iPad. Hier zit echt een hele smerige vlek. Hier onder de bank is het wel super stoffig. Hier zit ook een rarige vlek. Oh, de waterkoker is heel erg vies. Gadver. Op deze muur zitten ook hele rare druipende druppels. Gadver, wat zou dit geweest zijn? Echt een hele grote vlek hier op de muur. Hier ook, naast het bed. Ik weet niet of je het goed kan zien op camera. Daar zitten ook lichtgevende vlekjes. Het laken dat ik erop heb gelegd is zo te zien gelukkig schoon. Dus ik kan er wel veilig in gaan slapen. De wc is eigenlijk helemaal schoon. Ik kan niks vinden. Net als het kraantje hier. En in de douche gelukkig ook geen rare sporen te vinden. Oké, jongens, het is tijd om heerlijk te gaan slapen in deze muffe rooklucht. Het is wel helemaal stil hier nu. Je hoort niemand meer. Ik hoor geen harde muziek, daar las ik wat reviews over. En ook geen luidruchtige buren, maar dat zijn natuurlijk dingen, dan heb je net pech als je dat meemaakt. Daar heb ik gelukkig geen last van. Of ik echt lekker ga slapen na alles wat ik gezien heb, dat weet ik niet. Ik ga het gewoon doen. Ik zeg welterusten en tot morgenochtend. Het is vandaag de beste dag van deze vakantie. Namelijk de dag dat ik weer naar huis mag. Laat ik me maar eventjes gaan aankleden. Nou, ik ben eventjes heerlijk aan het ontbijten aan mijn geweldig versleten ontbijttafel. Dat had ik nog niet eens laten zien, maar kijk even naar al deze prachtige details. Heel knap dat die echt aan alle kanten beschadigd is. De dag gaat voor veel vakantiegangers hier weer beginnen, maar ik ben blij dat ik toch wel weer naar huis kan gaan. Na deze boterham dan. Doei kapotte tafel, en jij natuurlijk ook kapotte kruk. Dag scheur in het gordijn, ik ga je missen. Doei gat in de muur. En niet te vergeten, doei lamp waar ik 100 keer tegenaan ben gelopen. Het was leuk, of niet. Doei gore bevlekte bank met overal scheuren. En ik ben weer aangekomen bij mijn eigen auto. Het is tijd voor de eindconclusie. Zijn de reviews die op het internet staan waar? Ik denk het wel, want ik herkende in mijn huisje ook heel veel van de klachten. Het is gewoon oud. Het is versleten, het is kapot en het is echt toe aan vervanging. Ik heb dus 2 nachten geboekt voor totaal 160 euro, wat dus 80 euro per nacht betekent. En daarvoor kan ik dit park echt niet aanraden, want voor dat geld heb je prachtige B&B's, prachtige hotels of andere parken. Voor 80 euro zelfs vaak ook nog met ontbijt erbij. En nu belandde ik gewoon in de kapotte zooi. Wil je nog meer zien? Vergeet niet te abonneren en klik gewoon lekker door naar een van deze andere video's, want ik heb nog genoeg andere video's op mijn YouTube kanaal staan. Heel veel kijkplezier bij die video's en ik zie jullie gewoon volgende week donderdag weer met een hele nieuwe video, dan weer samen met Thomas. Dus bereid je voor. Nu ben ik wel echt toe aan vakantie.